Dat mijn moeder was altijd, dat klinkt gek, die was de hele leven altijd ontzettend geïnteresseerd in wat dat nou was, dood. En die had een boekenplank vol over boeken met beschrijvingen van bijna doodervaringen. En ineens had ik het beeld voor me, want ja, wat ik, je vertaalt dat in een soort beeld. Ik zag haar bij wijze van spreken op de duikplank staan, gereed om te springen. Maar er zat een touw aan haar vast. Dat was die beademingsmachine. En ze wou springen, maar ze kon niet springen. Ik ben toen naar die cardioloog gegaan. Die zat ergens in een zijkamertje. En ik zei tegen de meneer, moet u luisteren, is dit wel, heeft dit wel zin wat we nu doen? En toen zei hij, nee. Maar ik ben altijd blij wanneer de familie zelf komt met deze vraag. In plaats van dat ik het moet gaan zeggen.